Welkom bij deze webinar over het controleren van objectinformatie vanuit de basis-CLS. Mijn naam is Benny van den Berg, ik ben consultant Building Solutions bij Calix. En vandaag mag ik jullie deze webinar verzorgen. Nou, we werken met het programma Zoom. Ik heb jullie allemaal op unmute staan. Jullie kunnen jezelf ook niet unmuten tot met de vraag en antwoord op het einde. Dan zal ik jullie weer de rechten geven dat jullie kunnen praten. Daarnaast, als we verder kijken, zien we namelijk dat de video heb ik uitgezet. Dat is, bij iedereen staat die ook keurig uit. En als je het einde wil, bij de vraag en antwoord nog even contact wil hebben, dan zal dat kunnen. Chatten, dat kunnen jullie wel. Jullie hebben onderin in de zwarte balk hebben jullie namelijk de chatfunctie staan. Daar kunnen jullie namelijk de vragen stellen tijdens de webinar. De vragen zal ik eventueel tijdens de webinar of na de webinar daar ook voor beantwoorden. En die kunnen jullie daarvoor gebruiken. Nou, wie is Calix? Calix is een katopleider eigenlijk. En wij leiden eigenlijk, geven alle trainingen die met Autodesk, vanuit Autodesk te organiseren zijn. Dus we werken met Autodesk software en daarin geven we vooral veel trainingen en de laatste tijd geven we ook veel online trainingen. Dus dat doen we met via Zoom elke keer en die klassieke training die we normaal hebben, die hebben we eigenlijk allemaal omgezet naar online trainingen. En we merken dat in deze coronatijd eigenlijk mensen steeds meer online trainingen boeken om zich voor te bereiden op de tijd weer die na corona komt. Nou, verder zijn we veel in oplossingen bezig, in templates bouwen en vooral in een stukje families maken binnen Revit. En we zitten in de verschillende werkvelden, bouwkunde, werktuigbouwkunde, civiele techniek en een stukje map. En als ik verder ga, dan zie ik namelijk een stukje support. En wij doen ook een stukje support. Dus stel je wil een stukje support van ons, dan kan het altijd. En dan kan ik jullie altijd daarin ook te woord staan. Dus dan kunnen jullie ook een stukje bij de Calix desk kunnen jullie ook aanmelden. Nou, als ik verder kijk, dan ga ik over naar de onderdelen voor vandaag. Wat ga ik gebruiken in een webinar? Wij gaan namelijk gebruiken Revit 2020. Deze gebruik ik namelijk. En ik ga een stukje over het BIM-loket laten zien. Een stukje over het Revit standaard, de 2.5.2. Die gaan we daarbij pakken. En dan gaan we daarmee ook aan de slag. Nou, wat ga ik vandaag behandelen? Ik ga een heel klein stukje over de basisles vertellen. En daaruit ga ik een paar onderdelen pakken. En die wil ik met jullie gaan behandelen om deze objectgegevens ook te controleren vanuit een BIM-model. Dus daar ga ik vandaag mee aan de slag. Dus het eerste onderdeel is een stukje BIM-basisles. Het tweede is een stukje structuur en naamgeving. De derde is informatie en klassificatiecode, oftewel je assemblycode die je eruit gaat halen. Het correct gebruik van entiteiten, moet je vooral denken aan de generic models, hoe die kunnen geëxporteerd worden. Niet dragend of wel dragend, hoe kun je die nou uiteindelijk eruit halen? Zijn ze allemaal ingevuld? Daar gaan we naar kijken. Inwendig, uitwendig en het laatste is brandwerendheid. Daar wil ik met jullie vandaag over hebben, mee aan de slag gaan ook. En daar wil ik in het komend half uur de webinar over geven. Nou. De basisles, eigenlijk de leveringsspecificatie die we hebben in Nederland, die we erin gebruiken in de BIM-wereld, die kun je vinden op het BIM-loket. Nou, welke is dat namelijk? Op het BIM-loket heb je namelijk de website www.bimloket.nl en daar kun je namelijk de standaarden en richtlijnen volgen en hier kun je namelijk de basisles downloaden. Nou, wat zie je nog meer namelijk? Dat we namelijk, als je hem gedownload hebt, heb je dit bestandje namelijk. En dit bestandje geeft namelijk op vier vragen antwoord. Waarom gaan we informatie eenvoudig uitwisselen? Nou, hoe gaan we de informatie eenvoudig uitwisselen? Welke structuur gaan we hanteren? En in deze webinar zal ik vooral terugkomen op deze drie onderdelen. In het begin correct gebruik van entiteiten, naamgeving, structuur en de assembly code in het eerste stuk. En in het tweede gedeelte zal ik terugkomen op de hoe borgen de objectinformatie, zeg maar. Oftewel dragend en niet dragend, inwendig, uitwendig en brandwerendheid. Dus daar wil ik op terugkomen. Nou. Als we dan verder gaan, dus heb je namelijk een praktisch handboek, is er ook uiteindelijk hiervoor.
hoe kan je nou die leveringsspecificatie nou goed toevoegen aan je project? Nou, dat kan je vinden in de Nederlandse Revit-standaard. Dat is een document waaruit praktisch wordt omschreven hoe je de informatie toe kan voegen aan je project. Nou, vandaag wou ik het eigenlijk wat meer over het controleren ervan hebben. Maar als je dit wilt toevoegen aan je project, dan is dit documentje eigenlijk een hele handige toevoeging. Nou, deze kan je dus ook vinden op onze website www.kalix.nl. /handleidingen-Nederlandse-Revit-standaard. En dan kan je deze ook downloaden. Nou, en hoe ziet dat bestandje er dan uiteindelijk uit? Dat is een pdfje. En dit pdfje is namelijk de Nederlandse Revit-standaard. En die is namelijk opgebouwd door Building Smart Benelux. Als we verder kijken, worden hier namelijk praktische toepassingen gegeven over hoe je de informatie vanuit de basisles kan toevoegen aan je project. Nou, de eerste is naar welke structuur gaan we hanteren, dus oftewel de projectinformatie die er eigenlijk in zit. Verder zien we namelijk een stukje naamgeving van de bouwindeling. Nou, en hier kan je eigenlijk, wordt eigenlijk praktisch handvaten gegeven aan het stukje basisles, hoe je dit kan toevoegen aan een project. Nou, dus eigenlijk hoe je het toevoegt. Vandaag zouden we dus wat meer hebben over het controleren hiervan. En dat wil ik dus ook met jullie gaan doen. De naamgeving en of structuur en naamgeving, eigenlijk de eerste waar ik met jullie over wil hebben, oftewel de NLRS-code, of hoe die erin staat qua family naam. Nou, deze kunnen jullie downloaden op het revitstandards.org. Dat is namelijk een website waar je namelijk de gegevens kunt vinden voor de NLRS 252. En die kun je namelijk daar vinden. Nou, deze website, de NLRS, is namelijk deze. Hier kun je namelijk jullie de codering namelijk downloaden. Nou, als je ingelogd bent, dan kan je hier namelijk onder downloads kun je namelijk een bestandje vinden. En dit bestandje zorgt namelijk ervoor dat je namelijk de juiste codering hebt uiteindelijk. Nou, deze gebruik ik ook dus in de webinar. Deze download de 252. Ook al zie je dat er een 3.01 uit is. En deze komt binnenkort ook op deze website te staan. Je kan zien als je deze aanklikt dat hij nog niet volledig op staat. 3,3 MB. En deze is namelijk veel groter. En hier staan dus alle ondersteunende bestanden ook in. Nou, terug naar het model. Wat gaan we doen? We gaan namelijk even kijken ook hoe we de objectinformatie eruit gaan krijgen. En de NLRS, de codering zeg maar, ik heb hier al een stukje van een kozijn staan van een family, dat de naamgeving hierin staat, dat deze namelijk ook voor elk object klopt. Nou, hoe kunnen we dat controleren vanuit een Revit-model? Ik heb hier een als trainingsmodelletje gepakt, die we in de basiscursus van Revit ook veel gebruiken. Daar heb ik wat elementen aan toegevoegd, wat filters aan toegevoegd. En hier wil ik ook wat laten zien over het stukje filteren. Als ik de codering wil controleren, zeg maar, heb ik namelijk een view template filters aangemaakt. En die view template filters die heb ik namelijk hier onderin staan. Dat ik namelijk tijdelijk mijn view weergave anders kan laten zien. En dat heb ik dus filters ervoor ingericht. Dus die filters ga ik straks ook laten zien hoe je ze aan kan maken en hoe je ze toe kan voegen. Nou, als ik verder kijk, dan zie ik namelijk dat ik de filters kan aanmaken onder view. En dan zie je filters staan. En met deze optie ga ik namelijk ook laten zien hoe je namelijk je gegevens eruit kan laten filteren. Nou, we hebben het net over de codering, de NLRS-codering. Dat die bij elke family erin staat. Nou, wat bedoel ik daarmee? Is namelijk de codering, stel klik mijn kozijntje aan. Dat die namelijk die codering hier namelijk bovenin staat bij de family. Nou, bij de loadable family staat die bij de family naam. Bij de system families zal die namelijk in het type staan. Nou, dus hier kan je namelijk je NLRS gegevens uitvinden. Nou, hoe gaan we dit nou controleren of al die gegevens nou ingevuld staan in dit project? Want het zijn een hoop elementen. Wat kunnen we doen met filters? Ik heb hier namelijk ook een filter voor ingesteld. Dat is namelijk de NLRS filter. Ik heb namelijk een filter aangemaakt voor de objecten. Nou, hier heb ik de categorie aangeklikt. Dan heb ik hier eerst de categorie aangeklikt en vervolgens heb ik hier dus een filter voor ingesteld. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb namelijk gezegd dat hij namelijk moet filteren op family naam. Dus oftewel de eerste naam die we net zagen in de type. Ik zal hem hier nog een keer aanklikken, dat we namelijk ook een voorbeeld hebben. En onder view zal ik een filter nog een keer aanklikken hier.
Dus wat zei ik net, dat we gaan filteren dus op de family naam of het family of de type naam, zeg maar. Nou, hierboven zie je dus altijd de family naam staan. En dus in dit geval de loadable families, die zullen dus onder de family naam staan. Waar filter ik ze nu uiteindelijk op? Ik heb nu gefilterd op constraints, oftewel dat hij minimaal die NLRS in zijn naamgeving moet hebben. Nou, wat je vaak ziet als je hierop gaat filteren, dat namelijk de overige elementen, die ga ik dus daarmee uitfilteren. Hoe gaat het in de praktijk eruit zien? Is namelijk als volgt. Stel ik heb hem hier nu ingesteld. Ik heb het toegevoegd aan mijn visuele weergave. En dan kan ik namelijk hier in mijn view template kan ik namelijk laten zien hoe die namelijk aan staat. Nou, dat kan ik doen door bijvoorbeeld de NLRS hier aan te klikken. En dan laat hij namelijk geen elementen meer zien, behalve twee soffits. Nou, die twee soffits laat hij automatisch zien, omdat je daar niet op kan filteren. Dus uiteindelijk, als hier dus geen elementen staan, betekent namelijk dat ik alle elementen eruit heb gefilterd die namelijk met die elementen begint. Nou, hoe komt dat uiteindelijk? Ik heb namelijk in mijn view template, die kun je namelijk vinden onder view. En view templates heb ik namelijk mijn filter ingesteld. En die filter die kan ik namelijk hier weghalen. Nou, als je dan kijkt, dan zie je namelijk dat ik hier namelijk mijn filter heb gemaakt van de NLRS. En heb ik namelijk hier de elementen aangeklikt. Nou, wat je kan doen namelijk, is namelijk dat je filters sowieso kan instellen. De view template. En wat je dan moet doen, is namelijk dat je hier namelijk de include vinkjes moet aanvinken voor de elementen die je dus daaruit wil filteren. Nou, in het geval van die NLRS codering, wou ik dus eigenlijk dat die de model display even laat zien, heb ik aangefilterd. Maar vooral deze, de Visibility Graphics Filters Override, dat die namelijk aanstaat. En als ik hier op edit klik, dan zie ik namelijk dat ik heb gezegd, die NLRS, overal waar die NLRS staat, moet namelijk de visuele weergave moet uitstaan. En zo kan ik namelijk mijn model checken door eigenlijk die visuele weergave te laten zien. Dus stel alles is uit, dan weet ik namelijk ook dat die namelijk die NLRS in de naamgeving heeft gestaan. En zo kan ik dus ook mijn eigen objecten dus controleren of die naamgeving er correct in staat. Nou, dit is één weergave. Ik kan ook even aanklikken. Dan zal je namelijk dat hele modelletje groen wordt zien. Nou, dat kan ik ook wel even doen. Dan zie je namelijk het objectje vanzelf groen worden. Even kijken. Die kan ik pakken. En dan kan ik dus ook het object aanzetten. Nou, als ik verder ga, dan kan ik dus ook filteren nog op mijn NLSB-codering, de assembly-codering. Dat is eigenlijk de tweede die erin staat. Dan kan ik namelijk deze ook aanklikken. En dan zie ik namelijk dat nog niet overal mijn assembly-codering is ingevuld. Nou, wat is een assembly-codering? Elk object. Ik zal hem even terugzetten. Restore. Ik zal hem even terugzetten. Elk object heeft namelijk een assembly-codering meegekregen vanuit de basis-ILS. Dat die namelijk ingevoerd moet zijn, dat er een klassificatie aan zit. Nou, wat is dat nou uiteindelijk? Hier in het element kun je namelijk zien dat hier de assembly-code in zit. Nou, dit is net een element die hem nog niet heeft. Maar stel ik zal hem dus die wand even aanklikken. Dan kun je dus zien dat die assembly-code dus wel is ingevuld. Assembly-code 21 en assembly-description buitenwanden. Nou, deze staan dus hier ingesteld. En die staat dus ook vanuit de basis-ILS dat die ingesteld moet worden. Nou, waar zie je dat nou uiteindelijk? Dat is namelijk deze is dat uiteindelijk, de assembly-codering, dat die nou ook standaard erin moet staan. En die kunnen we dus op deze manier er ook uitfilteren. Nou, in de PowerPoint heb ik namelijk ook staan dat je altijd moet filteren op een description. En waar moet je filteren op een description? Het kan voorkomen dat een codering wel gekoppeld is en juist je description niet gekoppeld is. Of dat de connectie verloren is, zeg maar, met de lokale server. En dat betekent namelijk dat uiteindelijk de codering er wel in staat, maar de description niet aanwezig is. En zo krijg je dus bij een export dat die namelijk ook niet goed overkomt. Dus die staat namelijk hierin. Nou, en hoe ziet dat in model er dus uit? Dat je namelijk, als ik die weergave dus weer aanzet, dat je namelijk die en dat filter NSB-codering kan erop zetten. En dat je hier namelijk je objecten hebt. Nou, wat bedoelde ik namelijk? Als ik dit object hier pak, moet ik dus nog mijn codering dus invullen. Nou, die codering kan ik dus invullen onder edit type. En onder edit type kan ik namelijk hier mijn assembly-codering invullen. Kan ik deze erbij pakken en toch deze invullen. En dan zal dit dus ook de codering dus laten zien. Nou, dan zie je dus dat die namelijk buiten zit. Nou, dan kan ik dus die buitenwand erbij pakken. En ik zet hem eventjes onder algemeen, de makkelijkste. Dan kan je dus hier je codering dus invullen.
Nou, vul ik hier dus de codering in. Dan zal je automatisch zien dat deze dus ook gekoppeld wordt. En dat die codering dus ook wordt ingevuld uiteindelijk. Als we dus op OK drukken, zal dit element dus ook uit mijn objecten verdwijnen. Nou, ik zal de volgende ook nog even doen. En dan zul je uiteindelijk zien dat ze, naarmate dat ze in worden gevuld, dat uiteindelijk de objecten dus ook verdwijnen uit mijn weergave. En dan zie je dus elementen. Ze zijn dus op het type niveau ingevuld. Dus dat betekent dat ze ook alle types dus ook uitgaan. Nou, die soffits die ga ik er niet uit krijgen, want die wordt in de filter dus niet meegenomen. Maar bijvoorbeeld dit element, ik kan hem ook aanklikken. Dan kan je dus zien dat die codering zeg maar wel is ingesteld. Assembly was ingesteld. Maar juist de description niet. Dus mijn export zal die nooit de assembly description weergeven. Het komt namelijk omdat de codering niet klopt. Dus deze moet ik even opnieuw instellen. En die moet ik namelijk zetten onder de binnenwanden. En dan zal je zien dat die description wel invult. Dus dit is namelijk een van de redenen dat je namelijk altijd op een description moet filteren in plaats van een assembly code. Nou, klik de binnenwand even aan. En klik even de bovenste gewoon algemeen aan. Kan ik ze later wel specifiek maken. En dan zal je ook zien dat deze dus ook verdwijnt. Nou, zo kunnen we dus die assembly code dus invullen. En wil je weten hoe je moet koppelen die assembly code? Ja, dat kun je bij ons leren in de modelleerscursus. Of je moet even kijken in het handboek Nederlandse Revit Standaard. Daar wordt namelijk gewoon uitgelegd hoe je dat kan doen. Nou, waar je het bestandje kan downloaden, dat is namelijk gewoon op de website. Dan zie je namelijk hier het bestandje staan. En dan kun je namelijk de assembly codering. Die staat namelijk in een mapje. Namelijk als je hem gedownload hebt, krijg je namelijk dit bestandje. En als je dit bestandje hebt, dan zie je namelijk dat je onder support files zie je namelijk mapping tabel staan. En als je daar op assembly code drukt, kan je namelijk je assembly codering vinden. En dan kan je namelijk het tekstbestandje vinden en toevoegen. Dus in dit mapje, bij die download, kan je namelijk al je gegevens uiteindelijk vinden. Dat is een stukje assembly codering, hoe die kunnen toevoegen uiteindelijk. Nou, als we dan verder gaan naar het stukje assembly codering, hoe we die hebben toegevoegd. Ik gebruik daarnaast, naast de filter, gebruik ik ook regelmatig nog wel een filter, heb ik hierin gesteld, maar ook regelmatig een material take-off wil ik hiervoor gebruiken. En dan kan ik dus ook al mijn materialen zien hier in mijn project zitten uiteindelijk. Ik maak er geen schedule van, maar juist de material take-off, omdat ik dan al die materialen wel weer krijg. En bij een schedule bij multi-category namelijk niet. Nou, en dan kan ik hier dus ook nog invullen van, hey, ik wil hier graag mijn objecten zien. En dan zie ik dat deze elementen dus nog niet gekoppeld zijn. En stel ik zal ze hier dus invullen, zullen ze uiteindelijk dus er ook in staan. Dus deze kan ik hier ook voor gebruiken. Dus het stukje schedules, wil je daar meer over weten, kun je dus altijd de webinar van ons kijken. Collega Guido een keer gemaakt en dan kunt u alles zien over de schedules, hoe je de assembly codes er ook uit haalt en hoe je de objectgegevens er verder uit filtert. Ik wil het meer hebben vandaag over de filters, dus die ga ik daar ook verder op toespitsen. Nou, naast de assembly codering die we hier eruit hebben gehaald en de NLRS, dus die naamgeving, kunnen we dus ook kijken naar hoe we de filters opbouwen. Nou, ik heb de filters hier staan, ik zal hem een keer laten zien. Heb ik dus deze ingesteld, klassificatiecode, heb ik dus de objecten weer ingesteld, assembly code, en ik heb hier ingevuld, hij is groter dan A. Oftewel, hij moet groter zijn dan A, betekent namelijk altijd dat hij namelijk altijd een stukje tekst moet hebben. Dus, en daarin kan je dus zien dat hij namelijk die assembly code, die eigenlijk automatisch connect, of koppelt zeg maar, als je de code instelt, dat hij altijd ingesteld staat. Dus daarom pak ik die erbij. Dus deze twee hebben we dan, de NLRS. Dus deze heb ik op constraints gezet, dat hij minimaal die constraints moet hebben. En de andere is namelijk de codering, zeg maar, dat je een groter moet instellen dan A. Nou, hier heb je dus nog meer opties in, zeg maar. Equals is gelijk aan, groter dan, of kleiner dan. Nou, constraints moet minimaal dat bevatten. Of begint met, zou je ook nog kunnen gebruiken. Of heeft de value, of de waarde van. Nou, dat zijn de eerste twee, dus de NLRS en de assembly codering. Als ik verder ga kijken, heb ik namelijk ook nog erin staan dat we namelijk de generic models eruit willen halen. En als we de generic models eruit willen halen, dan kunnen we het beste deze ook via een filter even checken. Nou, in het huidige onderdeeltje zie je staan
dat je twee share parameters al moet toevoegen hiervoor. Eentje is de export S. Dat is een share parameter waarmee je kan zeggen, ik wil namelijk wat er veel gebeurt met trappen bijvoorbeeld. Dat is een minder fijn onderdeel vanuit Revit. Dat je die maakt, dat je hem in een generic model maakt. En dan moet je namelijk de export S invullen op IFC STR. Zodat die namelijk wel geëxporteerd wordt naar een IFC model als een IFC of een, naar een IFC STR, zeg maar. Dat onder de juiste categorie valt. Hoe kunnen we dat nou weer doen? Dat is namelijk door de share parameters aan te maken. Deze heb ik al aangemaakt. Maar de juiste IFC export S in te vullen. Nou, als we dan de model er weer bij pakken. Zal ik hem even weer restore doen. Op restore zetten. Nou, ik heb hier, kan ik even kijken of de generic models in zitten. Volgens mij heb ik ze hier nog niet in zitten. Kan ik even kijken. Nee, het modelletje is leeg. Dus ik ga er even eentje plaatsen. Als ik er eentje plaats, ik pak even een component erbij. Heb ik een kubus in staan. Ik zet er even een kubusje neer. En nog een kubusje neer. Nou, stel, dit zijn twee generic models. Dat kan ik zien door bijvoorbeeld hier te kijken in de categorie. Of dan zie ik namelijk generic model staan. En als die filter wil toepassen, die filter die erin zit, is namelijk als volgt. Ik heb eigenlijk gezegd filters, generic models. En ik wil namelijk alleen, deze heb ik dus op de generic models alleen ingesteld. En hij is constraints met groter dan A. En ik heb hier deze laatste ook ingevuld. Dus dat hij namelijk altijd begint met een A, dat in ieder geval daar een tekstje is ingevuld, zeg maar. Nou, als ik dus verder kijk, deze dus moet groter dan A zijn. Nou, en als we hier kijken bij de edit type, waar dus de export S parameter dus ook staat, dan zien we namelijk dat die export S parameter hier niet in staat. Dus hij is niet groter dan A, er staat dus geen tekst. Dus als ik mijn filter eroverheen zou gooien, dan zal die namelijk twee kubusjes alleen weergeven. Dus ik maak elke keer een schakeling met eigenlijk wat ik, als het goed staat ingesteld, dan haalt hij dus alles weg. En als ik namelijk elke keer de elementen zie, dan zijn ze dus nog niet ingevuld. En dan moet ik ze dus later nog een keer invullen. Nou, ik kan hier dus dit kubusje kan ik nog wegschrijven bijvoorbeeld. Ik pak deze er even bij. IFC, dus stel dit was een trap geweest, dan hadden ze gezegd IFC ster bijvoorbeeld. En had ik bijvoorbeeld dit elementje weg kunnen halen door IFC ster in te vullen. Nou, vul ik hem in. Oké, dan zal dus uiteindelijk hier ook zwijnen als ik hem opnieuw invul. En dan kan ik hem dus nu opnieuw pakken. Even kijken. Nou, hij pakt hem nu niet. Dat is altijd leuk. Ik heb deze wel ingevuld. Ga even kijken naar het filter. Die pakt hij nu niet. Dat is altijd leuk. Ga maar even kijken naar het filtertje. Constraints, deze haal ik even weg. Ik zal hem even opnieuw erin zetten anders. Nou, opnieuw maken, hoe maken we dus een filter aan? Filter 1, generic model. Nou, deze wil ik dus filteren op bijvoorbeeld alleen mijn generic models. Dus ik klik deze dus aan. De generic models klik ik dus hier aan. Ik wil graag hebben dat hij filtert op die export S. Hij moet dus groter of in ieder geval bevatten dat hij een getal heeft. Dus een A vul ik hierin. En dan zeg ik oké. Ik heb deze dus ingevuld. En als ik deze wil toevoegen aan mijn view template, dan klik ik deze aan. Ga ik naar manage view templates en dan klik ik dus hier mijn generic model check aan. Nou, wat ga ik dan doen? Dan ga ik even naar object filters toe. En dan kan ik zien, hey, deze stond er dus niet meer in. Dus dan daarom was hij uiteindelijk waarschijnlijk verbroken. Klik ik hem hier aan. Wat wil ik zien? Ik wil ze juist niet zien als die namelijk van waarde is. Dus dan zet ik hem even uit. En dan zeg ik oké, ik heb jou toegevoegd. Hier komt hij aan. Jou ook invullen. Nou, dan gaan we even kijken of hij opnieuw doet. De generic model test. Nou, dan zie je één keer dat ze inderdaad wel weg zijn. Dat ze ingevuld zijn. En zo kan je dus zelf via filters elke keer aanmaken. Dat ze dus uiteindelijk uit zijn. Dus zo kan ik namelijk mijn generic models dus invullen. Even kijken, waarschijnlijk had ik net mijn filter dus net hier op OR staan in plaats van, of in ieder geval op end had ik hem staan in plaats van OR. En daarom zal hij net waarschijnlijk niet pakken.
Dus dat is namelijk die filters. Als ik verder ga, dan zie ik namelijk vanuit mijn... dus hier kan je dus jouw elementen mee checken. En deze moeten dus altijd ingevuld staan. Als ik verder kijk naar draagt of niet dragend, deze worden dus eigenlijk veel toegepast. Dus ze moeten eigenlijk altijd ingevuld zijn. En hoe kunnen we dat nou zien vanuit een project? Is namelijk als volgt. Dat zijn namelijk de parameters die hierin staan. Ik zal hem even terugzetten ook. Restore. Ik zal bijvoorbeeld even die buitenwand even aanklikken. En dan zien we namelijk dat de parameters hier dus altijd ingesteld staan. Nou, de gevel met zijn werk die is niet structural. Dus hij staat ook niet op een low bearing hier. Hij is wel aan de buitenkant, dus external staat bij mij wel aangevinkt. Nou, hoe kun je die gegevens nou uiteindelijk filteren? Ik heb hier namelijk een filter voor aangemaakt, is namelijk deze. Ik heb namelijk hier op low bearing geklikt. En ik heb hier namelijk een low bearing ingesteld. Die namelijk op equals yes of no moet staan. Nou, als ik hem dus eroverheen gooi, geeft hij dus alles weer wat ingevuld is, zeg maar. Nou, als je hem dus een wand aanmaakt, dan laat hij namelijk die wand dus automatisch, moet je die parameters nog invullen. Dus stel ik zo'n wand toevoegen aan mijn project, hier zet ik een wand neer, dan zal ik zien dat hij in de properties nog op uitgegrijs staat, dat hij nog moet ingevuld worden. Dus zo kan ik namelijk ook uiteindelijk de parameters dus invullen. Nou, als we dus verder kijken, kan ik dus die filter er ook overheen gooien. En dan kan ik dus zeggen, ik wil namelijk kijken op mijn parameters. En hier heb ik load bearing staan, dan klik ik deze aan. En dan zou ik dus zien dat al mijn objectgegevens, behalve de software sfeer, die filtert het namelijk nog niet, dat die namelijk hier ingesteld staan. En die wand, ja, die heeft dus ook geen elementen meegekregen dat die binnen of buiten is. Stel, ik had hem wel ingevuld. Dan zal die dus eindelijk ook verdwijnen. Dus zo kan je model dus ook checken. Zijn al mijn gegevens ingevuld? Ja of de nee? Nou, dat geldt hetzelfde dus eigenlijk voor de external parameter. Doen we dus uiteindelijk hetzelfde mee. Dus dan kunnen we zeggen bij view, onder filters, kunnen we namelijk zeggen, hey, external parameter, hij moet je ingevuld zijn, equals to no of equals to yes. Dat we namelijk die filters op deze manier ook kunnen instellen. En zo kan je dus uiteindelijk ook zien, zijn alle objectgegevens erin staan, wel daadwerkelijk ingevuld. Nou, dit doe ik dus elke keer op deze manier. En dan kan ik dus ook mijn objectgegevens dus elke keer ook filteren. Dus wat ik dus mijn external wil hebben, deze bijvoorbeeld, had ik oké kunnen drukken. En dan zie ik dus weer dat die wand hier dus niet staat ingevuld. En dat moet ik hem dus nog invullen. Stel ik zal hier de parameter invullen dat hij aan de buitenkant zit. Dus is external ja, dan zal het dus hier ook uit verdwijnen. Dus zo kan ik uiteindelijk ook mijn gegevens steeds verder invullen. Nou, die kubusjes die hebben dus net ook geplaatst. Die hebben dus ook uiteindelijk geen waardes meegekregen. Dus dan kunnen we hem uiteindelijk, stel we zouden een waarde meegeven dat hij aan de buitenkant zit. Dus gewoon een kubusje hoeft eigenlijk niet. Maar dan zal dit dus ook verdwijnen. En dan kun je dus op deze manier dus ook invullen. Op deze manier kun je dus met een... de elementen eruit halen. Nou, de laatste optie die ik vandaag nog wil laten zien is namelijk die fire rating die erin zit. Dus inwendig kan je op deze manier er ook uithalen. Dus met de parameter twee filters erop zetten. Equals to en dan kan je ja en nee zetten dat die namelijk aanstaat. Nou, als we verder gaan naar fire rating, dan zien we namelijk dat die namelijk hier staat ook ingesteld. Ik heb ze vandaag nog niet allemaal ingevuld. Ik heb alleen ook jullie nog laten zien hoe je makkelijk de parameters verder kan invullen. 30, 60, 90 en eigenlijk 120 zitten tegenwoordig ook alweer bij. Kun je de parameters hiervan invullen. En als we dit zien vanuit het project, dan zie je namelijk dat de fire rating parameter heb ik ook aangemaakt. Dus hier fire rating klik ik dan aan. Nou, dan zal hij het hele prikje nog een keer weergeven. Nou, stel ik zal bij deze wand dus de fire rating nog een keer invullen. Dus hij heeft bijvoorbeeld een fire rating van 30 gekregen. Ik vul hem daarin, dan zal dit uiteindelijk ook verdwijnen. En zo werkt het dus met alle objecten die erin zitten. Kan ik ze dus stuk voor stuk dus ook invullen. Nou, als je dit namelijk stuk voor stuk gaat doen, je zal het zien, dan gaat het heel lang, duurt het heel lang. Wat je hiervoor ook kan gebruiken is namelijk een wall schedule. Vanuit een wall schedule kan je namelijk zeggen bijvoorbeeld, ik wil alle wanden die bijvoorbeeld een fire rating moeten hebben, wil ik tegelijkertijd invullen. Nou, als je hier zal zien, hier staat er eentje tussen. En hier staat er eentje tussen die we net hebben ingevuld. Stel je zou graag dit wat sneller willen invullen, dan in plaats van elke keer 30 moet invullen,
Als ik hier elke 30 in wil, ja, dan ben ik heel lang bezig. We kunnen namelijk met sorting en grouping, kunnen we namelijk die groepen kleiner maken. En stel je weet dat dit bijvoorbeeld allemaal een binnenwand is, en die binnenwand heeft allemaal dezelfde brandweerbaarheidsfactor, dan kan je namelijk bij sorting en grouping zeggen, ik wil namelijk met dit mooie vinkje, dat je het namelijk allemaal kleiner maakt, dus eigenlijk alle waarden die hetzelfde zijn, die wil ik namelijk klein zetten. Dan zie je namelijk dat die namelijk hier is dat ingevuld. Stel ik zo één waarde van pak die binnenwand, bijvoorbeeld 60, dan zal die namelijk overal bij sorting en grouping uiteindelijk die 60 hebben ingevuld. Nou, dan zie je dus uiteindelijk hier ook dat die overal tegelijkertijd die 60 te pakken heeft. Nou, zo kun je dus eigenlijk snel die objectgegevens toevoegen, uiteindelijk filteren vanuit je project. Dat werkt dus op deze manier. En dan kunnen we dus uiteindelijk ook die filters steeds toepassen. Dus wat heb ik veel al gedaan, is dus via View kun je namelijk een filter pakken. En als je die filter pakt, zie je namelijk dat je per object eigenlijk steeds kan bekijken hoe je de boel eruit wil hebben. Nou, dit is een manier van filteren uiteindelijk die we op projecten veel toepassen. Dit is namelijk hoe het nu gaat. Hoe het in de toekomst gaat, gaat het namelijk net wat anders weer. Want, ik zal hem even laten zien, in de 2021 versie is dit namelijk weer anders. We hebben namelijk nieuwe filters erbij gekregen. En dat je namelijk gelijk kan zien vanuit jouw visibility graphics. Dus dan hoef je niet meer met view templates te werken. En dan kan je dus automatisch dit doen vanuit jouw visibility graphics. En dit is namelijk een update ten opzichte van 20 weer. Dus in de nieuwe versie 2021 zet je namelijk gelijk erin, zeg maar. Dus zo kan je namelijk de waardes er ook uithalen. Dus die filterlijst wordt namelijk uiteindelijk anders. Ik heb er een filmpje mee opgestart. Dan kan je namelijk ook zien hoe dat uiteindelijk in de praktijk dus ook gaat. En dan zie je dus dat er een nieuwe functie is toegevoegd. En hoef je dus niet meer met view templates te werken uiteindelijk. Nou, korte samenvatting, waar kun je uiteindelijk alles vinden? De basisles, er staan dus veel gegevens in die je moet controleren uiteindelijk. Nou, de basisles kun je vinden op een binnenloket. Ik heb jullie wat laten zien over filters die je toe kan voegen aan je project. Dus dat je op verschillende manieren datagegevens uit je project kan filteren. Nou, ik heb wat makkelijke filters nog gepakt. Je kan ook wat verder gaan nog met filters, dat je een dynamisch script verschrijft bijvoorbeeld, dat je wat verder gaat uiteindelijk erin. Dat je namelijk kan kijken hoe je een klassificatiecode en een assemblycode bijvoorbeeld aan elkaar kan koppelen, dat die overeenkomen. De handleiding Nederlandse Refi-standaard is dus eigenlijk een praktische handleiding. Die kun je vinden op de Canis website bijvoorbeeld. En de NRS 2.5.2 die ik toe heb gevoegd voor de verschillende objectinformatie, zeg maar. Dus assemblycode of de naamgeving juist. Die kun je vinden op refitstandards.org. Die kun je daar vinden. En dan kan je deze dus uiteindelijk er ook bij pakken. Nou, denk je van, hé, ik wil wel graag wat meer weten, dan kan je uiteindelijk altijd bij ons een cursus krijgen over een stukje ILS en uitwisseling. Hoe je de filters kan toepassen of juist toevoegen of juist meer informatie over de basis ILS. En straks heb ik nog vraag en antwoord en dan wil ik daarmee ook afsluiten. Nou, vraag en antwoord, je kan altijd vragen stellen via de chat, heb ik gezegd. En die ga ik zo dus ook beantwoorden. Indien er meer tijd is, zullen de vraag dus achteraf beantwoorden. Dus laat dan even je mail achter. In ieder geval bedankt voor jullie aandacht en graag tot ziens. Ik zie een vraag van Martin. Je moet dus altijd je IUC Export S invullen. Is een vraag. Nee, dat hoeft niet. Bij de meeste families zijn het allemaal goed geregeld. Alleen bij de generic models moet je ze namelijk zelf regelen nog. En daarom is het makkelijk om die uiteindelijk dus ook te filteren. Ik hoop dat daarmee jouw vraag ook beantwoord is. Als er meer vragen zijn, dan hoor ik het graag. En ik zal jullie even unmuten. Ik zie een vraag van Jan of je de presentatie kan downloaden. Jan, je kan zeker de presentatie krijgen. Dat kan zeker. Jan, als je de presentatie zou willen hebben, dan mag je mij wel even een mailtje of je mailadres naar mij toesturen. Dan zal ik hem namelijk eventjes naar je
toezenden. En dat kan ik ook bij de bestanden doen, zeg maar, die erbij zitten voor vandaag, zeg maar. Ik zie een vraag van Marcel nog voorbij komen. Open BIM en maatvoering van objecten. Nu wordt er alleen gerefereerd naar de NLRS. Hoe zie je dit? Eigenlijk zijn alle standaarden die je afspreekt, zeg maar, in de vanuit de samenwerking zijn erin toegestaan, zeg ik altijd, dat is prima. Maar ik zie ook altijd kijken van de NLRS wel een Nederlandse standaard die wordt veel gehanteerd. Maar uiteindelijk wordt hier veel al naar de bouwkunde kant gerefereerd. Dat weet ik zelf ook. Daarin denk ik ook, we zijn dus ook bezig met een nieuwe standaard, zeg maar, om dat wat meer naar elkaar toe te trekken ook, zeg maar. Dus, en een stukje maatvoering van objecten, of naamvoering van objecten zie ik staan, sorry. Met de naamvoering van objecten pakken wij meestal de eerste drie postjes, zeg maar. Dus dat je namelijk zegt, ik wil namelijk de klassificatie of de naam, zeg maar, wij hebben dus dat NLRS er vaak staan, zeg maar. En dan de klassificatiecode en daarna de elementcodering, zeg maar. Dus de afkorting daarvoor. Dus deze pakken wij daar vaak voor. Dus het is er één standaard, zeg maar, wat voor iedereen perfect is. Daar ben ik altijd nog wel een beetje dubbel over. Maar ze zijn bezig met een 3.0.1 versie. Ik ben benieuwd wat daar ook in zit. En dat die wat meer algemeen wordt ook. Dus eigenlijk qua standaardiseren is het nog een hoop winst behalen. Dat klopt inderdaad ook. En daarbij denk ik ook, als je kijkt naar hoeveel we moeten straks moeten invullen voor de nieuwe ONE, zeg maar, dat eigenlijk maken we ons qua standaardisatie steeds groter en drukker. Dus er zit altijd een grens aan van hoeveel moet je uiteindelijk erin standaardiseren en wat voor iedereen goed is. Dus daar ben ik altijd wel benieuwd naar waar het in de toekomst heen gaat. Zijn er verder nog vragen? Dan anders sluit ik af. Dan wil ik jullie bij deze dus bedanken nog en dan tot ziens.